boek gelezen. Je was ook een goede minister. Zelfs de tijd schreef op een gegeven moment een positief stuk over jou als minister. Maar dat was ook een beetje een genoegdoening, hè? Ze moest iets goed maken naar jou toe, toch? Ja, ze had iets... Ze wilde je kapot maken. Ze wilde je kapot maken, Ed. Nou, niet ze wilde je cancelen. Ja. Ja. Nee, het was niet ze kapot maken. Alleen, ze wilde een mooi verhaal maken. Ja. En dat verhaal bleek onzin te zijn. Ja. Maar ze hebben het wel gepubliceerd. En dat was eigenlijk in het begin van... van mij als fractievoorzitter. Dus dan zit je 3-4 maanden. Ik had net de verkiezingen gewonnen. Hadden de Charles Vieter, we zaten net in het kabinet. En toen kwam dat glazen met de tijd. Dat is dan wel... dat is buitengewoon... Want je zat lekker zuur met je vriendin. Hè, je weekendje weg. En toen kreeg je telefoon van Jan Kamminga. Die zei, je moet nu echt terugkomen. Dit is niet goed. Er komt een stuk over jou. Vermeende homoseksualiteit. Nu zou je zeggen, wat een gelul. Nee, dat toch niet. Vermeende homoseksualiteit. Nee, je wordt gechanteerd. Oh ja, gechanteerd. Dat was het. Oh, wauw. Ja. Dat is een gaatje erger. Ja, binnen de partij word je gechanteerd. Ik hoor dat ik zit dus met mijn toenmalige echtgenote, naderhand mijn echtgenoot geworden, zit ik in een restaurant ergens in de Ardennen. Ja, handjes in elkaar gekronkeld. De partijvoorzitter, ja. Maar dat was de tijd dat je piepers had. Dus ik ga naar de keuken toe van dat restaurant. Ik vraag, mag ik bellen? Dus ik sta te bellen. En ik kijk vervolgens, heb ik Kamminga, mijn partijvoorzitter, aan de telefoon. En ik kijk tegelijkertijd mijn vriendin toen aan. En die zat de menukaart te bestuderen. En Jan Kamminga zei, ja, er is iets heel ernstigs aan de hand. Nou, toen kwam het hele verhaal over, je zou worden gechanteerd. Hebben gedaan. Nou, dan gaan we het maar even aan de tijd uitleggen dat dat onzin is. Ik had jarenlang acties gevoerd in de Kamer voor homoseksuelen. Een werkgroep voor homoseksuelen in de partijen opgericht. Kortom, ik was heel bekend in die kring. Dus ging ook heel veel naar allerlei bijeenkomsten toe en zo. Dus dat verhaal, ja, dat is zo onzin. Maar het verhaal was dan dat iemand stond op plaats 25. Meneer Metz of zo, geloof ik, van de Telegraaf. Ja. En die wilde dan hoger of zo komen. Maar het toppunt was, wie denk je uiteindelijk dat de bron was? Nou, nu komt het hoor. Ik vond het zo vreemd. Op één hebben ze dat vorige week helemaal niet gezegd. Toen werd je er ook naar gevraagd. Maar wie denk je dat nou uiteindelijk dat hele verhaal in de wereld heeft geholpen? Iemand, een hele grote naam binnen de VVD. Binnen, ja. Een hele grote naam. Letterlijk en figuurlijk. Ik was verbijsterd toen ik het las. Wie? Een dame. Een hele grote naam. Ze kon nog zwemmen ook. In het verleden. Nee. Ja! Echt waar? Ja, die bollen van gezondheid. Nou, sorry. Hallo. Erika Terpstra. Ja, ja. Ja. Ik stond ervan te kijken toen ik dat las. Ik heb haar altijd bijzonder gevonden. Zo kun je het ook opschrijven. Ja, bijzonder. Ja, zeker. Ja. Maar even voor alle duidelijkheid. Het was inderdaad Erika Terpstra. Die heeft dat verhaal een beetje in de wereld geholpen. Ja. Die heeft dus gewoon te veel meegepraat met de journalist. We hebben dat ook een paar weken later hebben we dat ook bij elkaar uitgepraat. En ik heb daar ook een streep onder gezet. Want een van de dingen die je moet leren in de politiek is dat je niet wraakzuchtig moet zijn. Je moet mensen kunnen vergeven. Want als je wraakzuchtig bent en je maakt zoveel mee, je krijgt zoveel over je heen, dan heb je geen leven. Dus je moet dus ook tegen mensen kunnen zeggen, oké, je hebt me uitgescholden of je hebt iets verkeerds gedaan, maar daar zetten we nu een punt achter. Dat hebben we dus ook gedaan met Erika. En Erika is altijd een heel goed politiek maatje gebleven. Ja, en zoveel jaar na dato, in 2008, zaten jullie in het Holland Heinekenhuis. Ik zal niet zeggen dat hij Erika wat gedronken had, maar toen begon ze er weer over. Nou, het was ongelooflijk. Ja, we zaten inderdaad in het Holland Heinekenhuis in Beijing. En Willem-Alexander stond 7, 8 meter achter ons. Met Poetin, maar dat was in Sochi. Ga door, ja? Dat was Sochi, ja. Erika, er zat op een krukken, dus ik ga gezellig naast Erika zitten. En ik sla mijn arm zo en op gaat het Erika. En opeens barst ze letterlijk een vroeg in huil uit. Ze zei, ik vind het zo erg wat ik jou 20 jaar geleden heb aangedaan. Ik zei, meisje, dat zijn we al lang vergeten. Dus ik ben een biertje voor haar gaan halen. En zei, dan gaan we er nooit meer over beginnen. Je bent een schat van de mensen. Het is 1 keer verkeerd gegaan. Maar nou, zo gaat het in het leven. Het. Lijp, soms... dat iemand 20 jaar toch met die gevoelens kan lopen ook. Dat is ook dat vind ik wel mooi. Dat is ook vervelend voor haar, toch? Ja, dat is veel. Maar ik vind het ook wel mooi dat je gewoon ook dan de moed hebt. Omdat dat 10.000 kilometer van Nederland op een gegeven moment tegen haar te zeggen. Ja. Dus ik vond het alleen maar goed. Ja. Ja. Ja, ja. En tranen op zijn tijd kan geen kwaad. Jij schoot ook in de tranen met Bert de Vries en Jan de Koning, toch? Ja. Ja, opeens schoot je vol. Het was te veel. Ja, we hadden toen een hele discussie binnen de VVD achter de rug. We waren bezig met de formatie. Ik ben er dag en nacht mee bezig. En op een gegeven moment, Lubbers was toen de premier, maar die zat niet bij de formatie. Dus die zat in zijn kamertje 30 meter verderop af te wachten wat wij iedere dag met elkaar bespraken. En hij bemoeide zich, ging niet bellen met die en die. En op een gegeven moment ging hij ook bellen met de VVD-fractieleden. En dat is heel vervelend. Als jij dan onderhandelingen aan het doen bent met degene die namens het CDA de onderhandeling doet, was Bert de Vries. En de premier gaat zich er toch af en toe mee bemoeien. Dus op een gegeven moment, moe, et cetera, werd ik zo boos. En toen zei ik, ja, nu is het klaar. Dus ik schoot opeens vol voordat ik het in de gaten had. Zat hij te huilen? Ja. Schrokken ze van, die twee? Daar schrokken die twee van. Ja. En toen heeft Jan de Koning, was de informateur, was een jarenlang CDA-minister, een voortreffelijke man, die zei van, en nu stoppen we.
En we lopen nu achterom, via een geheime gang... Niet zeggen. Naar Lubbers toe. En gaan we tegen Ruud zeggen dat het klaar is. Dus Jan, de koning voorop en ik achter hem aan, schokkend, gaan we naar Ruud Lubbers toe. En toen heeft Jan de Koning gezegd, nu gaat het echt stoppen. Terwijl het natuurlijk politieke shortgenoten waren, ze waren bij elkaar. Maar die heeft toen gezegd, nu ga je stoppen, Ruud, want dit gaat gewoon te ver. Ja. En toen heeft Ruud ook zijn excuses aangeboden. Beetje emotie op zijn tijd. En emoties, dat is niks mis mee. En ook helemaal niet als mannen emoties uiten. Want jij dat ook in die uitzending of die voorstelling van ja, je? Zeker. Daar ontkom ik niet aan. Ik ben sowieso... Natuurlijk, iedereen wordt natuurlijk een stuk emotioneler nadat je kinderen krijgt, toch? Ja, dan, ik bedoel, absoluut. Ik kan al huilen bij een hele domme Netflix soapserie, zeg maar. Ja, en dat. Ja, zeker. En ik was sowieso als kind was ik ook heel... depressief het woord wil ik niet te snel zo neergooien. Maar ik was wel echt verdrietig de hele tijd. Maar het is raar, hè? Want in Nederland is emotie laten zien, dat zie je maar heel weinig. Ja. Dat is eigenlijk een beetje not done. Ja. En misschien bij jou wel. Dat je ook ander bloed hebt. Dat je veel meer voor je gevoelens uitkomt. Ja. En ik vind dat eerlijk gezegd ook mooi. Ja. Maar Brabant is er ook wel, waar jij vandaan komt. Ja, maar die komen voor een gevoel uit, maar dat is met carnaval en zo. Dus dat is een ander hoofdstuk. Als je praat over dingen die je met je kinderen meemaakt, of met je ouders meemaakt of zo. Ja. Of met je, in mijn geval, met je kleinkinderen. Ja. Maar over gevoel gesproken, wat voor gevoel heb je nou bij Hans Wiegel? Bij Hans Wiegel heb ik een heel goed gevoel. Op deze plaats heeft Hans Wiegel mij destijds uitgekozen als zijn opvolger. Mm-hmm. Dus daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ik vind dat hij behoort tot de kopstukken van de VVD. Hij heeft de politiek begrijpelijk gemaakt. Dat was een prachtige redenaar. Daar kon je van genieten. En ik heb een paar keer problemen met hem gehad. Vooral toen ik hem opvolgde. Mm. Ik vind dat als je ergens leider bent geweest, je gaat weg, dan moet je ook weg zijn. Ja. Je niet meer bemoeien. Heeft hij je misschien gekozen omdat hij zoiets had van, dan heb ik nog een beetje invloed? Nee, zo is Hans Wiegel niet. Nee, maar ik weet ook niet waarom ze mij... Ja, ik weet wel waar ze mij destijds hebben gekozen. In ieder geval, ik werd het. Alleen, dan is het gewoon niet altijd plezier. Maar je weet het wel. Waarom namen ze jou dan, volgens jou? Omdat, ik mag hopen dat ze denken, die jongen kan wat. Ja, maar dat twijfel je aan, begrijp ik. Nee, ik probeer te vertellen. Het heet nederigheid, dat ken jij niet. Op jouw vraag, waarom denk jij? Die vraag wil ik eigenlijk niet beantwoorden. En daarom verzin ik dit antwoord. Ik lees een paar stukjes in dit boek. Een politicus, hè? Dan op een gegeven moment wil je hem terughalen voor 3 maanden. Dan is je al commissaris van de koningin daar. En dan heb je al een verhaal op de televisie verteld. Althans, je hebt hem naar buiten gebracht. Dan zegt hij eerst van, fantastisch gedaan. En later neemt hij het je een beetje kwalijk. Maar dat hebben jullie nooit uitgesproken. En waarom spreek je zoiets niet uit? Ja, dat is inderdaad een goede vraag, eigenlijk. En daar heb ik ook geen antwoord op. Soms zijn er van die dingen... Ik heb Hans natuurlijk daarna nog heel vaak gezien. We hebben ook een club in Friesland waar we regelmatig met elkaar eten. Waar we allebei bij zitten. Maar dat is eigenlijk onuitgesproken. En ook omdat ik weet precies hoe het heeft gezeten. En hij heeft dat... Dat was een keer. Dat is toch een beetje kinderachtig wat hij dan doet op zo'n moment. Maar schaamt hij zich niet? Misschien is het schaamte toch? Je kunt toch niet in iemands hoofd gaan. Ik doe niet aan psychoanalyse. Ja, dat is weer een van die voorbeelden. Dat overkomt je. En op een gegeven moment moet je dat ook achter je laten. Anders word je gek. Dus anders gaat het aan je vreten, Ik heb één goede eigenschap in ieder geval. En dat is dat ik fantastisch kan slapen. Dus ik slaap. Ik heb ook veel slaap nodig. Maar daardoor vergeet ik ook alle nare dingen. De ziekte van Crohn? Dat je veel slaap nodig hebt of niet? Nee, ik heb die ziekte van Crohn. Dacht dat op een gegeven moment gesteld namelijk in dat boek. Ja, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat zijn die eenzame periodes die je meemaakt in je leven. Dat op een gegeven moment had ik wat last. Dus ik ga naar een specialist toe. En die maakt foto's, doet allerlei dingen. En die zegt, roept mij op. Hij zei, ik was net een paar jaar fractievoorzitter. Hij zei, ik heb een vervelende mededeling voor je. Want je hebt de ziekte van Crohn in een ernstige mate. Wat houdt die ziekte ook weer precies in? Dat betekent dat allerlei uitstulpingen aan je darmen. En die ontsteken dus bij de ziekte van Crohn. Daar mag je geen stress bij hebben. Nee, geen stress, want dat ontsteekt heel makkelijk. Dus die arts had dat gezegd. Hij zei, ik stuur je dan door naar een specialist in Amsterdam. Maar ga er maar vanuit dat je moet stoppen met de politiek. Wow. En toen heb ik 6 weken lang rondgelopen met dat gevoel van, ik moet gaan stoppen. Maar je kunt er met niemand over praten. Op het moment dat je dat zegt tegen een collega, dan ben je weg. Ja. Dus kun je met je vrouw over praten, maar dat is ook de enige. Dus ik heb 6 weken het idee gehad, ik ben bezig met mijn afscheid. Uiteindelijk kom ik bij een specialist hier, een hoogleraar
in Amsterdam. En die onderzoekt me, dat is een Belgische hoogleraar. En die begon, die zei, ik was gewoon een fractie, die zei, wel, excellentie, je hebt een kerstboom in uw buik zitten. Maar het is niet de ziekte van Crohn. Mm. Dus als jij een beetje rustig leeft, dan kun je in de politiek blijven. En daar moet je ook veel slapen, toch wel? Dus nee, je moet een beetje nadenken met wat je eet. Gewoon goed voor jezelf zorgen. Een beetje, precies. Ja, dat is trouwens voor iedereen een goed advies, dat je goed voor jezelf moet zorgen. 100%, ja. Nog één klein dingetje. Je zit op een kibbutz in Noord-Israël als je hoort dat je fractievoorzitter wordt. Toch? Ja, ik was met mijn moeder op reis door Israël. Dat ik haar ooit beloofd, als ik terugkom, opnieuw wordt gekozen in de Kamer, dan neem ik hem mee naar Israël. Dus bij de katholieke familie zijn ze alle heilige plaatsen braaf afgeweest. En uiteindelijk gingen we naar het noorden, bij de grens met Libanon. En dan zat ik op de kibbutz en dan wordt op een gegeven moment opgeroepen daar in de grote collectieve eetzaal. Mr. Naipels, telefoon. Dus ja, we praten dus nu over 30 jaar geleden. Dus ik ga naar de telefoon. En ik krijg te horen, Hans Wiegel is vandaag bedoeld tot commissaris van de Koningin. Aan jouw naam wordt genoemd als zijn opvolger. Maar mijn voorlichter wist helemaal niet dat al beslist was. Mm. Al 3 maanden daarvoor de partijtop. Alleen ik wist niet wanneer het precies zou gebeuren. Dus toen wist ik het op de kibbutz in Noord-Israël. Ja, mooi verhaal. Ja, toch? Wist ik dat ik uiteindelijk als ik terugkwam, dat de pers dan klaar zou staan. Ja. Er stond overigens maar 1 man van de pers, dus dat viel ook weer mee. Okay. Ten slotte, in de politiek, binnen de politiek is het moeilijk om vriendschappen houdbaar te houden. Dat is bij jullie in de artiestenwereld iets anders, toch? Dat zijn echt broersvrienden van je, toch, die jongens? Sommigen wel. Het kan. Ik denk dat het over in elke game hetzelfde is. Van sommige mensen, ook al vind je hun muziek heel goed, ja, je trekt hun kop niet. En sommige mensen, dan heb je zoiets van, de jeugd, muziek, dat zijn toch broers voor je, of niet? De jeugd van tegenwoordig? Ja. Dat zijn mijn broers voor altijd. Ja, dus ja, dat kan wel. Dat kan zeker wel, maar daar zit ik zelf ook mee in een groep. Maar je kunt ook andere muzikanten hebben die, waarvan je dan de muziek heel slecht vindt. Maar je trekt ze wel, weet je wel. Je hebt wel zoiets van, ik mag jou graag. Ook al is jouw muziek echt waardeloos. Dus ja, dat is één uitzondering. Luc Hermans, begreep ik. Ja, ik vind in de politiek is het heel ingewikkeld om vrienden te hebben. Omdat je vroeg of laat krijg je altijd een politieke tegenstelling. En dat werkt heel raar door dan in persoonlijke tegenstellingen. Ook als het gaat over functies. Dus ik heb 1 vriend in de politiek, Luc Hermans. Wij zijn samen in de Kamer gekomen. We hadden dus heel makkelijk ook elkaars concurrent kunnen worden. Dat dachten de mensen ook altijd. Maar het is altijd bij vriendschap gebleven. En dat is een kostbaar bezit. Ja, ik vind het ook heel veel waard. Dat als je het los van of je hetzelfde denkt over dingen of niet. Maar als je dat gewoon toch, als je dan toch bij elkaar kan blijven. Het is volgens mij wel mooi als je soort van, ik denk dit, jij denkt dat. We zijn wel vrienden. En af en toe hebben we even een heftige discussie. Zo is het. Maar we zijn wel vrienden. Ik heb nog even wat advies van jou. We hadden het net over lezen. Hè? Jij zei dat je leesfanaat was. Wat ik heb besloten toen mijn kinderen 6 jaar waren. Ja. Heb ik bij een boekenwinkel een rekening geopend. Ja. En ik heb tegen mijn kinderen gezegd, jullie mogen je leven lang altijd alle boeken bestellen die je wil. Oh, en ik betaal ze. Dat is echt super. En ik doe dat nu ook bij mijn kleinkinderen. Die zijn al eens 6 jaar. Goeie. En waarom? Omdat ik zeg, lezen is zo belangrijk. Ja. En wat me dat ook kost. En die kinderen zijn nou heel veel boeken gaan bestellen. En ook blijven lezen. Dat is een advies. Ze kunnen ook het boek van hun opa lezen. De memoires van Ed Nijpels. Nooit wachten op later. Ja.